Ik heb gewoon heel erg het gevoel, ineens uit het niets, zo onwijs veel stress. Het kwam 3 dagen geleden ineens in mijn lijf. En ik zat eindelijk in zo'n periode dat ik het eigenlijk in de handen had, zeg maar. Ik heb me heel lang echt heel erg stress gevoeld. Hele erg faalangst ook gehad. Op dit moment ging alles naar mijn idee heel goed. Ik heb mijn droomhuis. Het werk gaat goed. Ik zit lekker in mijn vel. Het enige is dat ik gewoon niet echt een vaste routine heb. We hebben eigenlijk sinds de verhuizing ons leven totaal niet meer aangepast. Ons slaapritme is gewoon dat we wel laat gaan slapen en zo. Ik snap echt niet waar dit gevoel ineens vandaan komt. Die stress die ik nu heb, vreet mij zo erg op. Ik ben al 2 nachten huilend in slaap gevallen. En ik snapte de eerste dag echt niet waar de stress ineens vandaan kwam. Maar eergisteren had ik toen echt ineens het gevoel dat alles om me heen verkeerd ging. Ik gewoon ineens hele erge faalangst heb of zo. Ik weet niet, het kwam ineens in mijn lijf. En ineens heb ik het idee dat alles verkeerd gaat. En ik mijn leven helemaal niet op orde heb. Terwijl ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb eten in de koelkast, ik heb werk. Maar dat het allemaal niet goed gaat. Ik kan echt wel voor mezelf invullen dat ik minder hard heb kunnen werken de afgelopen maand door verhuizen. En doordat ik ook bepaalde mogelijkheden niet zag die er wel waren. Maar doordat ik denk ik meer had willen doen, heb ik nu het gevoel dat alles verkeerd gaat. En dat ik het niet goed doe. En ik heb zo'n tulband effect op mijn borst. Die stress die drukt zo erg op mijn buikborst. Ik wil deze video echt niet deprim beginnen, maar ik voel me gewoon echt rot. En het vervelende is dat je gewoon niet weet wat je eraan moet doen, zeg maar. Ik voel me gewoon echt, oh, ik heb me zo lang zo depressief gevoeld. Echt 1,5 tot 2 jaar, waarvan er eigenlijk sinds dat we in ons vorige huis zaten. En nu de afgelopen tijd had je heel veel stress en heb ik hem er echt bij geholpen, zeg maar, om eraan te werken. En hij is daar ook nu mee zelf aan de slag, zeg maar. Hij heeft wel echt voor zichzelf bevestigd van, oké, ik moet nu wat rustiger worden en ik ga dit en dat eraan doen. Maar nu lijkt het alsof het bij mij weer terug is of zo. Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben ook zo onwijs erg perfectionistisch. En dat vreet mij op. Elke dag weer met alles. En daardoor merk ik ook met mijn werk dat ik wat trager ben. Want mijn perfectionisme hield me. Ik wilde er echt verandering in brengen. Ik heb nu sinds 4 dagen dus ineens, ja, het voelt echt als acute stress of zo. 24/7 staat mijn lichaam nu weer aan. Ik was er eindelijk uit. Ik ga zo meteen even lekker naar Joelle. Ik ga hier niet thuis zo zitten wat ik al de afgelopen 3 dagen doe. En de afgelopen tijd ben ik trouwens ook wel echt vaker buiten de deur, hoor. Jornik, doe ik echt vaker een koffietje buiten de deur. Zijn de laatste tijd ook een paar keer uit eten geweest. We hebben gewoon meer dates en dat helpt echt heel erg. Door je niet de hele tijd met andere dingen bezig te houden, zoals werk en zo. Want wij werken natuurlijk ook thuis, dus dat is best wel moeilijk uit elkaar te houden. Ik sprak ook echt heel weinig af met mensen, omdat ik echt heel erg focuste op mezelf. Maar dat kan ook echt averechts werken, dus de afgelopen tijd ben ik al vaker gaan afspreken. En daardoor krijg ik ook echt weer nieuwe ideeën en zit ik daarna gelijk lekkerder in mijn vel. Dus ik ga dat vandaag weer doen. Ik dacht, ik pleur gewoon die camera op mijn gezicht. Zodat jullie zien hoe ik me ook echt eigenlijk op dit moment voel. Oké, ik ga maar even douchen. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Zoveel tijd heb ik ook niet meer. Waarom eet ik granola met minder koolhydraten? Ik heb deze ooit gekregen, maar ik zie nu pas dat hij 65% minder koolhydraten bevat. No, God, please, no! 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 Ik ga wel een lekker portie aan koolhydraten natuurlijk weer bij. Ik ga er gewoon een beetje chocoladesaus bij doen.
pak gelijk even mijn vitamine-tabletten. Ik heb hier 2 capsules coconut en collageen. Dan neem ik 1 biotine. Natuurlijk vitamine D. Oh my god, dit is mijn laatste. Ik heb gisteren besteld. Ik hoop echt dat het op tijd binnenkomt. Ashwagandha. Pandax ginseng. Ik ga er ook nog wat verhoren fruit bij doen. Blauw bes. Oeh, wat aardbeidjes. Jer, wanneer doe je die wekker uit? Hoe kan je daarnaar luisteren? Ik had ze even in de magnetron moeten doen. Oh, ik ben echt blij dat ik mijn muts op heb gedaan, want het is echt heel erg koud. Ik heb alleen geen handschoenen, dus ik hoop niet dat ik doodval aan de vingers ga krijgen. You can never sleep in traffic. There's living steady panic. Lange rit. Ik heb gewoon in totaal 1 uur vertraging gehad. En ik ben dus naar Joël en die woont in IJmuiden. Ja, dit was echt een wereldreis, maar ik weet nu ook niet. Even kijken, waar moet ik eigenlijk naartoe? Ik snap er echt geen drol van. Naar het westen op de Zederstraat richting de Wildervaart. Het enige waardoor ik weet waar ik naartoe moet lopen is door jullie auto. Maar die zie je staan, maar ik zie jou niet. Dus hoe kan dat? Ja, ik weet het niet. Nou, I made it. Ik ben gezellig met Joëlle. Ik wist niet eens waar ik was. Hè. Nee. Ja, hij had een live locatie naar mij gestuurd en die was echt everywhere. Ik kon gewoon niet achterhalen waar jij was. En ik dacht ook echt van, ik ben sowieso verkeerd gereden. Want ik ben wel eens in de verkeerde trein gestapt. En omdat alles heel de tijd uitviel, kreeg ik ook elke keer andere aanwijzingen waar ik naartoe moest. Dus ik heb er in totaal 1,5 uur langer over gedaan. Maar kijk, ik heb weer een nieuwe ring van Joëlle gekregen. Deze middelste. En deze heb ik vorige keer ook al gekregen van haar met een geboortesteen. Is echt heel leuk. En ze komen deze week online, toch? 12 januari. Oh wacht, 12 januari. Dat is al bijna. Aankomende vrijdag. Aankomende vrijdag. Dus ik heb nu eindelijk 6 vingers vol. En ik wil er nog mijn duimen en mijn pinkjes. Ja, dat komt wel goed hoor. Maar we gaan nu even naar een tentje. Jij weet een leuk tentje waar we gaan eten. Ja, dat is de spot van Drommel mij eigenlijk. Het is gewoon heel rustgevend daarom. Taartje. Ik heb wel echt. Oh, die appeltaart daar is wel heel lekker. Oké, nou die tent waar Joëlle me mee naartoe wilde nemen, die is schijnbaar al over 10 minuten dicht. En ik had echt heel veel trek. En ze had me helemaal lekker te maken met appeltaart. En ik wil koffie. Ze rook niet. En ik ging vandaag helemaal. Ik wilde vandaag helemaal zen worden. Ja, maar dat kan nog steeds. Ja. Ik wil ook in de Albertijn zen worden. Heb je zin in koffie? Of wat? Ja. Ik ook wel zin in warme chocolade. Ik wil koffie. Ja, maar dat kan ook. Oh, kijk die auto, hoe leuk. Het is echt zo'n brum, brum, gaat een keer zo. Ik ken dat nummer niet meer. Oh, dit is crematorium. Ik dacht dat een leuke tent. Lekker mooi. Nou, we hebben toch een soort van ons appelgebakje. Een kokosmakroon. Lekker man. Dankjewel. Hij is echt kapot groot. We gaan duizelig nu. Ik heb echt honger. Nou, zit ook in het dingetje, zit nu ook in de oven. Dit is echt iets wat ik nooit heb gelust. En nu kan ik dit echt eindeloos eten. Maar het is echt makkelijk om te maken ook, hè? Ja, met die ingrediënten op. Opgeklopt eiwit met suiker. En oh my god, je kiet op mij. Ik kan echt niet tegen als iemand mijn voeten aanraakt.
hier echt heel stil. Fijn, hè? Ja. Jij bent ook niet vaak heel stil. Jij vindt altijd awkward als het stil is. Ja, nee, ja. Maar je wordt er wel beter in. Maar weet je hoe dat komt? Normaal tette je ineens stuk door. Nee, maar dat komt echt door mijn stresslevel. Nee, echt. Want ik kom uit een huis waar het altijd heel rustig is. En... ja, nu kan je er niet meer tegen. Soms gewoon even lekker op die stoel zitten. Man, ja. Of gewoon... ja, ik weet het niet. Ik heb altijd het gevoel van ik moet wat zeggen. Maar dat is echt zo stom, want dat hoeft helemaal niet. Daarom heb ik altijd als ik mensen zie, event of zo, dat ik alleen maar bijna aan het woord ben. De ander niet. Maar ook als wij gaan lunchen. Of in het begin was dat veel erger dan nu, maar... oh shit, viel het je echt op? Ja, want dan... oh nee! Dan ben ik al klaar met eten. Oh, en dan heb jij nog geen hap genomen. Als wij gaan lunchen, nu heb je dat wel echt minder, maar de eerste keer dat wij gingen lunchen, viel het wel echt op. Dat jij heb je eten nog geen hap van genomen en ik ben al klaar met eten. Omdat jij, zodra ik een hap neem, dan ga ik niet praten. Maar dan heb jij het zo erg een drang om maar te gaan praten. Want anders is het stil. En nu zitten we net een koekje te eten en zit je gewoon... en zit ik ook gewoon kalm te eten. Dan denk ik, oké, je kan het wel. Maar misschien is dat ook doordat er heel veel prikkels in een restaurant. Volgens mij heb je een beetje trekjes van ADHD. Ik zou eerder ADD zeggen. In daily life niet heel druk, maar je bent wel heel druk in je hoofd. Ja, ik denk gewoon dat ik gewoon meer een paar reiki behandelingen nodig heb. Ga gewoon even yoga doen. Gewoon één keer per week even yoga. Dat werkt fucking goed. Eerst een paar keer is kut, want dan voel je je helemaal onwennig. Jij hebt al 3 of 4 weken geleden tegen mij gezegd van... ja, ik vind yoga heel leuk, pilates of zo. En toen dacht ik echt van, oh ja, moet ik ook doen. Dan heb ik 4 weken verder en ik vertik het om zo'n les te boeken. Terwijl het zit gewoon in mijn abonnement. Maar ik denk, zo'n reiki behandeling is leuk en zo. Maar ik denk dat het wel waardevol is voor jezelf om de skills die je leert met... yoga bijvoorbeeld. Mm-hmm. Rust vinden in je eigen ademhaling. Gewoon op een hele natuurlijke manier. Ja, je moet ook niet alleen maar daarop leunen. Het is wel dat je meerdere dingen moet. Toen ik dat deed, toen merkte ik gewoon zoveel veranderde in mijn leven. En op dat moment deed ik er ook met andere factoren ook meer aan. Gisteren ook sta ik 9:30 in de gym en 10:30 gaat die dicht. Ja. Ja, ik vroeg me ook af waarom je om 9:30 in de gym was. Lees je pilates daar van 1:30 uur. Gewoon hier op je kleed geen pilates doen. Ja, maar ik heb geen gordijnen voor mijn ramen. En nou in? Ik wil elke keer dat zo'n kale man bij ons naar binnen zit kijken. Ja, dan hang je gordijnen op. Maar je hebt toch een kleren aan? Naakt pilates. Nee. Wat hoor ik? Nee, maar die man zit gewoon altijd naar mij te kijken. Ik snap het, want er is ook verder niks te zien. Alleen hij en ik hebben het raam open. Voor de rest iedereen pot dicht. Dan zou ik sowieso echt voor de aandacht gaan. Stel, je gaat wel een keer naakt door je huis lopen. Ja, dat doe ik wel eens. Nou dan. De ochtend moet ik ook echt het bed uitrennen. Ja, ik slaap naakt. Ja, ik ook. En daar heb ik nog geen gordijn. Maar dus kan je daar ook naar binnen kijken? Ja. Overal. Overal. Dat is toch kut? Je wilt gewoon lekker in je blote poenanen kunnen rondlopen. Ja, I know. Ja, dat deed ik bij mijn ouders ook, maar... Ja. Als ik niet ga lullen, heb ik dit wel echt in 5 minuten op nu. Oké, nou, dan gaat Michelle nu in rust. Zonder iets te zeggen, gaat ze dat opeten. Ja. Sorry. Ik wilde vandaag gaan ontspannen, weet je nog? Ik heb wel echt net die boorrek naar binnen. Ja, ik zal even... Nou, wij gaan onverwachts gezellig karten. Onverwachts? Ik heb het gisteren in mijn hoofd. Oh, was het al gepland? Nee. Oh. Nee, maar hij zei het gisteren wel al. Wat had ik toch gezegd? Hij zei gisteren tegen mij van, misschien kunnen we wel gaan karten of zo. En toen zei hij, maar we kijken wel even. Oh, ik ben echt wel helemaal enthousiast, maar jullie doen echt heel nuchter. Ja. Wij gaan karten. Heel maar normaal. Maar wij doen wel vaker dit soort random. Ja, dit is mijn 3e keer. Nou, ben ik klaar voor. Komt er een bruin. Nou, Joelle heeft lekker gekookt voor ons. Het is een nasi met kip. En er zit al pindasaus erin. Je zit voor je vlog. Hey Tom. Hey, neem een like. Ik ben niet zo goed op camera. Ik weet niet zo goed hoe dat moet. Nee, je hebt echt wel een chille houding. Gaat-ie. Moet je zo omhoog. Daarom zit ik weer boven. Down, trek! Ik heb hier een kill. Wanny, op mij. Nee, Wanny. Ja, dit soort shit schreeuwt hij altijd. Ik ken al die woorden uit mijn hoofd. Geen idee wat het betekent, maar... Wanny betekent letterlijk dat hij nog 1 kogel nodig heeft voordat hij dood is. Oh, nou, tot zover mijn gamekennis.
Maar je zit er echt al zo weer die broek helemaal. Helemaal in het naadje. Oh, lekker koekjes, man. Deze en deze, die zijn wel lekker. Zo'n boterkoekje met suiker. Allemaal boter met suiker. Nee, zandkoekje bedoel ik. Maar je zit echt al 3 uur lang op de bank. Lekker toch? Je wilde toch relaxen vandaag? Ja. Wat wil ik te doen? Ik doe het. Nooit. Ik heb ook geen bank. Nee. Niet. Ik heb ook nog geen bank thuis. Daar ga je never nooit wat kunnen opstaan. Jawel. Maar is wel mooi. Deze vind ik echt heel leuk. Maar goed, en dan met zo'n bank. Eigenlijk net zoals deze. En dan met allemaal... Ja, het is eigenlijk precies hetzelfde. Eigenlijk is het jouw bank. Ja, ik hoop dat ik Jure binnenkort even overhaal om zo'n bank te halen. Eerst de studio. Eerst wil ik de computers. Waar ga ik dan gamen? Oh, wat? Nu heeft hij die studio. Ik heb die nog niet eens aan jullie laten zien. Ik ben vanmorgen gewoon naar mijn ontbijt gelijk weggegaan. Ik ga jullie vanavond onze nieuwe studio laten zien. Ik praat er helemaal niet excited over, maar... Ik ben er heel excited over. Als je mij terugkijkt. Voor de deur stond. Volgens mij zie je mij in die ringbel echt heel blij met de deur loopt. Die bel is zo. Voor staat er ook. Wel leuk zo'n ringbel. Dit is heel vermakelijk. Kijk hoe ik hem heb genoemd. Anus. Elke keer als we nu melding krijgen van de ringdoorbel, dan is het... Er staat iemand bij je anus. Ja. Ik heb 1,5 uur in het OV gezeten, maar ik ben weer thuis. En ik wilde jullie eventjes de studio laten zien. Kijk hoe leuk. Jordy is al de hele dag volgens mij aan het gamen. Lekker de hele ruimte voor zichzelf. Dit is mijn stoel. We hebben even een ringlamp aan, want dit licht, kijk. Pislicht. Wat ben jij eigenlijk de hele dag aan het doen? Gamen. Wat ben je aan het gamen? Want je bent nu op Twitch aan het kijken. Ja, Fortnite. Jij speelt toch geen Fortnite? Ja. Speel je Fortnite? Nee. Oh, wacht. Dat was dat met die poppetjes gisteren. Nou, ik heb jou niks zien bouwen, maar ik zag jou wel met... Nee, ik deed zonder bouwheren. Oh, dat kan. Maar dat is Roy nu. Ja. Oké. Leuk. Nou. Studio. Dit maakt me ook echt heel blij dat we eindelijk dit bureau hebben. We moeten alleen nog wel echt helemaal... aankleden, want het is echt een zooitje. Dit is mijn kant, maar hier laptop, daar laptop. Dit moet ik eigenlijk gewoon elke keer even opruimen in het kastje die ik erbij heb. Dat is ook heel nice. Ik moet die plakjes er nog even afhalen. Hier hebben we de GoPro. En je hebt lekker cake gegeten, zie ik. Echt heel leuk. Heb je me gemist? Ik heb je ook gemist. Als wij elkaar een halve dag niet zien, voelt het echt alsof we elkaar een jaar niet meer hebben gezien. Hé, Chicky? Kus. I love you. I love you. Het is kort voor 1. Nou, ik ga wel even wat te drinken pakken. We hebben... Zo. Die stofzuiger ligt hier ook gewoon. Ik ga even lekker wat te drinken pakken. Want ik heb echt zo'n droogbek. Weet je wat ik nog helemaal niet op heb vandaag? Ik heb mijn laatste gembershot hier nog in. Jure, jij bent naar de markt geweest, hè? Oh, en je hebt gember gehaald. Wow, echt een mega dragonfruit. Jure heeft gember gehaald voor de gembershots. Daarbij doe ik altijd 10 passievruchten en een ananas. Daarnaast heeft hij 4 avocado's. Weer lekker appel, mango. Ze zijn dit keer wel iets kleiner, die mango's. En bananen. Hoeveel was je hiervoor kwijt, Jure? 25 euro. 25 euro? Ja, met kip en zo. Oh, met kip. Oh ja, want je hebt kip bij...
poelier gehaald. Dat was 500 gram. Voor 5 euro. 5 euro. Op je muil, gauw. Oké, lekker theetje. Ik heb zo'n pijn in mijn schouder, hè. Het zit gewoon helemaal vast. Ik vond het wel echt een superleuke middag. Maar desondanks voel ik wel echt die spanning door mijn lijf gieren. En mijn schouder zat gisteravond ook al vast. Maar ik voel hem nu echt wel zo erg trekken. Ik kan ook knakken gewoon. Misschien dat ik even met een tennisbal tegen de muur aan moet gaan of zo. Echt zo handig dat je van die gembershots ook gewoon thee kan maken. Normaal vries ik altijd een gedeelte in die ik over heb, die niet meer in de fles past. En dan maak ik daar altijd de thee van. Oh. Wat zit jij nou te hijgen achter mij? Nou, geef dat ding los. Ik moet echt de hele tijd dat ding gooien. Gooien. Is niet normaal. Moet ik die soms gooien? Ja. Ga maar hier. 3, 2, 1. Ik doe er gewoon kokend heet water bij. Dan heb je echt een lekker bakje. Ik had eigenlijk iets grotere mokken gewild, maar echt die vaatwasser zit keivol. Ik heb dus nog een toetje over van gisteren. Ik was zo misselijk door de stress dat ik hem niet meer heb gegeten. Heel lekker. Ik ga Frank Visser aanzetten. Ik heb hier die tv neergezet. Wacht dan niet langer. Oh, hij gaat gelijk weer door. Oké, horror shorts. Frank Visser. Frankie. Alleen maar. Nou, buurvrouw. De hoogste tijd dat mensen vissen naar Soesterberg. Few moments later. Ik ga zo denk ik lekker naar bed. Ik stort helemaal in. Aan mijn haar kon je zien dat ik alweer een aantal dagen verder ben. Ik was dus helaas een outro vergeten te filmen. Maar ik wil nog wel even zeggen dat als je hier ook last van hebt, je bent niet de enige. Of nou ja, last wil ik ook niet zeggen. Het zijn fases in het leven die heel normaal zijn. Ik hoor het heel veel om me heen. En ook heel veel mensen die dit al vaker hebben gehad. Dus weet, je bent niet de enige. Alles komt goed. Ik zeg dat ook even tegen mezelf. Alles komt goed. Deze momenten zijn dus normale fases in het leven. En iedereen komt daar op een andere manier uit. Op zijn eigen manier en deelt er ook mee op een andere manier. We zijn niet met elkaar te vergelijken. Dus ik ben blij dat ik het op deze dag zo heb aangepakt. Maar ik heb ook dagen, zoals vandaag, dat ik alsnog wel de hele dag thuis zit. En uiteindelijk op een andere manier er weer mee probeert om te gaan. Ik wil dit gewoon lekker normaliseren en hierover iets meer gaan praten. Ik vind het altijd wel heel spannend, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb er ook heel lang over gedaan met het editen van deze video. Van ga ik dit wel zeggen, ga ik dat wel zeggen. Want ik vind het toch altijd een beetje moeilijk om hierover te praten ofzo. Ik hoop dat je hiervan ook iets hebt opgestoken. Dat het weer iets voor je heeft gedaan. Dat ik je ergens mee heb kunnen helpen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!